NEC verblijft in het luxueuze Estepona Palace. En op dit prachtige complex wordt getraind. Optimale omstandigheden dus. Voor ons valt hier echt niks te klagen. We hebben een tophotel, topgrasvelden. Dus als je dat vergelijkt met de eerste training die we hebben gehad in Nijmegen, is dat wereld van verschil. Dus het is goed dat we hier even kunnen trainen. Bij NEC krijgt dit seizoen de jeugd de kans. Zo is de 18-jarige Thomas Beekman voor het eerst van de partij. Hij kwam afgelopen zomer over van nota bene Vitesse. Sinds mijn overstap ben ik erg op mijn plek. De jongens hebben me goed opgevangen bij Jong NEC en ook bij het eerste als toen ik hier kwam. Dus nee, ik heb nog geen seconde spijt gehad van de keuze die ik heb gemaakt. Ook voor de talentvolle linkspoot Joep van der Sluis is het allemaal nieuw. Op oudjaarsavond kreeg ik te horen en ik was heel blij om mee te gaan. Mooie kans voor mij. Dirk Proper traint al wat vaker mee en maakt ook al zijn debuut in het eerste. Hij wordt getypeerd als de Frenkie de Jong van NEC. Het is echt volwassenen voetbal en ik denk dat ik daar wel gewoon heel veel van kan leren. Dus het is gewoon een hele mooie mogelijkheid voor mij. De Nijmegenaren hebben een slecht jaar achter de rug en het moet in 2020 absoluut beter. Kijk, we staan nu even uit mijn hoofd op een 9e plek. Dat zou betekenen play-offs. Zijn we dan tevreden met een 9e plek? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk willen wij ook hoger staan op die ranglijst. We hebben een jonge ploeg. We willen graag ontwikkelen. Alleen uiteindelijk draait het ook om het resultaat. En dat is ook een stap die veel jonge jongens moeten maken. En dat is ook gewoon een heel logisch proces.